Hi, welkom bij deze nieuwe video. Jullie zullen vast afgevraagd hebben, waar was zij nou weer gebleven? Nou, ik heb een goede reden dit keer. Geen druk op school, want dat was het juist niet. Ik ben bijna niet naar school geweest. Maar het probleem was dat ik de ziekte van Pfeiffer had en nog een andere vermoeidheidsziekte erbovenop. Dus het was heel lastig om video's op te nemen, dus ja. Ondertussen heb ik wel elke keer mijn kanaal in de gaten gehouden, omdat ik op mijn ene video 14.000 views heb gehaald en bijna 300 likes of zo. Ik dacht van, waar komt dat vandaan? Maar ik snap nu waarom iedereen op die video heeft geklikt. Want ik heb iets van 50, 60 reacties gekregen over dit. Mensen vinden dat ik op Lauren Gray lijk. Oké, serieus. Dus het leek mij leuk om vandaag te gaan reageren op die reacties van die video. En dan kan ik jullie uitleggen of vertellen hoe het zit. Nou, er waren 53 reacties waarvan meer dan de helft over ging dat ik op Lauren lijk. Later nieuwste eerst. Het grappige was, toen ik de video net had geüpload, had het bijna geen views. En werd het niet gezegd dat ik op Lauren leek, maar toen, een paar maanden later, ging het een soort van, ja, ik noem het viral, want ik heb nog nooit zoveel views gehad. In ieder geval, 1 dag geleden, je lijkt op Lauren Gray, door Just Like Slime. Dank je, denk ik. Ik dacht even in de thumbnail dat je Lauren had gebruikt in je thumbnail. Door Dood Leven, leuke naam, top. Ik voel het, ik voel je. Je lijkt op Lauren Gray, door Wings Music. Dank je. Lauren Gray 2.0 door Richard. En toen was er een comment van, tja, lol. Ik dacht serieus toen deze video aanbevolen stond. Wat? Maar Lauren praat geen Nederlands. Ik ben ook niet Lauren. Oké, en dan is hier een comment van Makeup by Dream. Heeft 44 likes en 13 andere comments eronder. En zij zegt, je lijkt echt op Lauren. En dan zegt een ander weer, Lauren Gray. En iedereen zegt, ja, echt. Dat dacht ik dus ook. En toen dacht ik van, ja, lekker video van Lauren kijken. Nou, set live, het was me. Sorry. Sorry om je droom te verpesten. Maar dan heb je hier een comment van door Denise VM. Zij zegt, dat wil ze ook. Even voor de duidelijkheid. Toen ik deze video maakte, wist ik echt god niet wie Lauren Gray was. Totdat ik die comments kreeg dat ik op Lauren leek. Toen heb ik opgezocht wie dat was en toen dacht ik van, what the fuck, het lijkt er helemaal niet. En ja, ik dacht van, what the fuck, ik wil niet op Lauren lijken. Nou ja, het is niet zo dat ik het expres heb gedaan of zo. Ik wist niet eens wie het was en ik vind zelf dat ik er helemaal niet op lijk. Ik bedoel, ik heb blond haar, bruin oog, blauwe ogen. Ja, dat is het enige wat samen is en ja. Het is gewoon een heel vaag verhaal. Maar dus de grote vraag van vandaag, waar deze hele video om gaat, wil ik op Lauren Gray lijken? Nou, nee. Eerlijk gezegd, nee. Want ja, ik weet het niet. Ik heb niet echt zoveel met haar en ik vind haar ook niet echt geweldig zoals iedereen dat vindt. Maar ja, ik wilde dus niet op lijken en ik kende haar ook eerst eigenlijk niet. En ja, ik vind het gewoon een heel vaag verhaal. En ik weet niet wat ik allemaal moet zeggen op die comments. Want weet je, het is een compliment. Ze ziet er heel mooi uit en zo. En ze ziet er leuk uit. Ze heeft veel volgers. Het is een compliment. En ik vat het ook op als een compliment. En ik heb daardoor ook zoveel views gekregen. Dank je Lauren dat je er zo uitziet. En dat ik per ongeluk erop lijk blijkbaar. Thanks. Nou, jongens, ik ben een Nederlandse Lauren Gray. Blijkbaar. Oké, dat gaat iets te ver. Ik had namelijk op Insta gevraagd dat ik een Q&A wou opnemen. Alleen, niemand heeft gereageerd. En het staat al bijna 2 uur op. Dank je. Ik hou van jullie. Oh ja, thanks.
Thanks voor de 1400 abonnees. I appreciate it. En ik ga weer uploaden, hopelijk. En met ideeën komen, als je ideeën hebt. Laat het in de comments achter. En ik hoop dat deze video ook views krijgt. I'm done with it. Oké, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei!